De Ahout Devils organiseerden vrijdagavond een benefiet voor de stichting Ruby and Rose. Die stichting wil aandacht vragen voor vrouwenkanker. De actie werd gehouden rondom de wedstrijd van de Devils tegen Gijs uit Groningen. Niemand minder dan Sineke en Nijmeegse Annie verzorgden een optreden. Vanavond is er een benefietavond georganiseerd om niet alleen aandacht te schenken aan ijshockey, maar ook aan goede doel. Ahout Devils wil daar graag aan meedoen. En dus jaarlijks wordt er zijn we van plan om in ieder geval een avond zoals dit te organiseren. Waardoor er dus aandacht wordt besteed aan een stichting. En in dit geval is dat de Ruby en Rose stichting. 10, 15 jaar geleden was ik hier echt heel vaak op de ijsbaan te vinden. Ik was altijd met vriendinnen hier. En de man van mijn beste vriendin die speelt in het ijshockeyteam. En die vroeg toen ook aan mij een paar weken geleden of ik wilde optreden op deze avond, deze benefietavond van Ruby en Roos. Een stichting speciaal voor vrouwenkanker. En zo hebben we een beetje over en weer gebeld en met de mensen die daarachter zitten gebeld of dat mogelijk was. Nou, dat is, ik zei dat wil ik wel heel graag doen. Ruby en Rose, dat zijn twee vrouwennamen. En Ruby staat voor een robijn, de diamant, de zachte. Ja. En Rose staat voor het stekelige, het venijnige, wat de ziekte kanker ook heeft. Dus eigenlijk als vrouw zijn heb je van allebei de namen, van Ruby en Rose heb je iets in je. Dus eigenlijk staat het symbolisch voor alle vrouwen. Ja. Door Ahout Devils zijn we eigenlijk gevraagd als goede doel vanavond. En zij vonden het zelf ook heel belangrijk dat er geld gaat naar onderzoek op het gebied van gynaecologische kanker. En zo zijn ze bij ons terechtgekomen. Ja. We hopen veel awareness te creëren natuurlijk voor de stichting. En ook dat er weer veel animo is voor het ijshockey.